Hallo allemaal. Super dat jullie allemaal meedoen aan het project Gezond Scoren. Voor jullie gezondheid is het goed om veel te bewegen en op te letten wat je eet. Woensdagmiddag zat de bioscoopzaal van Kinepolis in Euroborg vol voor de finale van Gezond Scoren. Het jaarlijkse project van FC Groningen en de Maatschappij voor basisscholen in Noord-Nederland. 6 weken lang gingen de scholen aan de slag met thema's over gezondheid. En uiteindelijk mochten 3 scholen meedoen aan de grote finale. Fruit, nectarine of pruim? Een van de hoogtepunten was het hooghouden van Juninho Bakuna, ambassadeur van het project Gezond Scoren. Na een shootout werd OBS de S-hoek uit Arnhem winnaar van Gezond Scoren 2016. En dat leverde een mooie prijs op voor de S-hoek.